drie jongens, in sommige varianten gaat het om schoolkinderen en in andere om studenten, waren op weg naar een school in Athene. Onderweg besloten ze te overnachten in een herberg. De herbergier vermoordde de jongens, hakte ze in stukken en stopte ze in een pekelvat in de kelder, met de bedoeling ze als varkensvlees te verkopen. Sint-Nicolaas kreeg hier lucht van en bezocht de herberg. Hij eiste toegang tot de kelder, waar hij vervolgens de dode jongens aantrof. Op miraculeuze wijze werden de lichamen van de jongens weer helemaal compleet en sprongen ze vervolgens levend uit het pekelvat. In een variant op deze legende worden de jongens door een slager gevangen en vermoord.